Gefeliciteerd. Dit is de manier waarop je wilde afsluiten, denk ik. Hè? Ja, een weekje van overleven geweest en een beetje goed weggekomen en nu goed teruggekomen naar de eerste helft. Met die 1-0 achterstand. Ik denk dat we hebben laten zien dat we weerbaar zijn en snel afsluiten deze week en ons voorbereiden op Qatar. Je bent je stem bijna kwijt. Ja, dat is 2 functies net iets te veel deze week. Dus na de bekerwedstrijd heb ik iets te veel moeten schreeuwen, dus dat is ook niet goed. Zorg dat we snel weer terugkomen, maar daar ben ik niet bang voor. Hoe vaak heb jij met rechts gescoord? Niet, nooit volgens mij. Maar dit was wel een belangrijke en een goede ook. Ja, was gewoon bewust. En wel heel belangrijk, aansluitingstreffer en mooi. Ja. Want het moest ook. En ik had het idee dat je een soort van extra zetje aangaf na die 1-0 achterstand. Ja, dat denk ik wel. Kijk, de 1-0 geef je gewoon als een cadeautje weg. Weet je wel, en zeker in de tijd waar we nu zitten is het moeilijk. En dan kom je op achterstand en dan is het gewoon fijn dat je zo snel die aansluitingstreffer kunt maken. En in dit geval ik dan. Maar dat maakt niet uit wie het eigenlijk doet. En daarna heb je gewoon domineer je de wedstrijd. En spelen we bij vlagen weer als vanouds, zeg maar, zoals het gewend is. En zeker niet makkelijk in deze tijd. Ze hebben de boodschap wel opgepakt. Ja, het is natuurlijk een moeilijke week, omdat de trainer moet weg en Mark moest weg helaas. En dan al vervelend voor iedereen. Ik kom maar goed weg in de beker en dan eigenlijk staan en probeer goed af te sluiten. Nou, we zijn wat onrustig, wat onzeker in het begin. Zeker verdedigend, want het was prima. Ik denk dat je ook een bepaalde bevrijding, opluchting hebt. Dat je van lekker de vakantie gegaan met hier van een goede afsluiting. En wat een goal. Ja, dat was wel een mooi goaltje volgens mij, ja. Moet hij nou nog in de top 20 mooiste goals van dit decennium? Als het aan mij ligt wel natuurlijk, maar er zijn heel wat mooie goals gemaakt dit decennium. Dus je moet ze maar goed zoeken. Hoe ging die eigenlijk? Ja, ik kreeg de bal, ik demareerde. Ja, en dan op instinct ga je er een paar voorbij en dan schuif je hem er langs. Ja, moest je ergens aan denken na afloop van die leek daar en daar op? Nee, hij werd net bij Fox vergeleken op die van trainer Ruud van Nistelrooy tegen Fulham, maar ik vond hem niet hetzelfde. Die was van iets langere afstand, maar... Bergwijn tegen Utrecht uit, een paar jaar geleden. Ja, dat zou ook wel kunnen. Volgens mij ging hij nog 1 man extra voorbij, maar lijkt allemaal op elkaar solo's, denk ik. Leren van de fouten die we hebben gemaakt. Er gaan heel veel dingen goed, daarop voorbeduren. Mooi doelpunt gezien vandaag. Spelers die veel dreiging hadden. Ja, dat is wat we mee verder kunnen. Je bent er een tijdje uit geweest. En nu moest je misschien wel vanaf het begin spelen. Was het ook lekker om weer vanaf het begin te kunnen spelen? Dat was het zeker, ja. Ik had eigenlijk weinig verwachtingen naar deze wedstrijden toe. Maar het ging dermate goed deze week dat ik minuten kon maken. En de helft was voor mij voldoende. Want ik wil natuurlijk ook weer fit zijn voor de volgende seizoenshelft. En ik ben blij dat ik nog een helftje mee heb kunnen pikken. Ja, want er was wat onduidelijkheid halverwege. Maar dit was een bewuste wissel. Dit was een bewuste wissel, ja. Dat is goed om te horen. Want dat betekent ook dat het goed gaat met het oog op de toekomst. Ja, zeker. Ik ben gewoon fit eruit gekomen. Dit was genoeg. Ik had graag natuurlijk langer door willen spelen vanuit mijn hart, maar soms moet je jezelf in bescherming nemen en dat hebben we nu gedaan. Dit was een moeilijke periode. Hebben jullie hem afgesloten zoals je hem nu afgesloten hebt, zoals je wilde eigenlijk? Ja, je wilt altijd afsluiten met een overwinning. En, er is genoeg gesproken en gezegd over de afgelopen periode en dat heeft eigenlijk geen zin meer. Ja, natuurlijk, je moet er wel lering uit trekken, maar we moeten door.